Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Len, gelijkspel tegen GVVV. Het wou niet echt lukken, hè, vandaag? Nee. Nou ja, goed, je speelt eigenlijk de eerste helft eigenlijk hartstikke goed. Je geeft niks weg. Buiten denk ik één kansje om. Veel in balbezit. Alleen je creëert dan niet zo heel veel. En de tweede helft komen we op 1-0. Ja, ik denk een prima goal. En daarbij krijgen we nog wat kansjes. En dan krijg je gewoon een penalty tegen, wat gewoon echt ongelooflijk is. Ik heb bijna nog nooit over scheidsrechter gezeurd, maar dit was echt onvoorstelbaar. Wat gebeurde er precies? Ja, hij schiet die bal op goal en hij slingert met zijn voet, slingert hij door tegen Patrick zijn voet aan. En dan gaat hij liggen, onvoorstelbaar. Maar jullie hebben wel gevochten vandaag? Jawel, het is weer eerste wedstrijd, het is weer even wennen. Je hebt 3 weken vakantie gehad en... op zich, GVV is gewoon een goede ploeg. Dus op zich, 1-1 is nog niet eens heel slecht. Maar als je daarna ook ziet dat we nog wel aardige wat kansjes krijgen. Ja, als je dan iets gelukkiger bent en iets meer de geduld bewaart, dan win je deze partij. En dan ga je gelijk lekker de tweede seizoenshelft in. En wat moet je dan deze week verbeteren om volgende week van Excelsior wel te winnen? Ja, gewoon weer met z'n allen keihard vechten. Of keihard trainen. Zorgen dat we weer een stukje fitter worden. En dat komt wel goed. Beleef de geschiedenis van HHC Hardenberg opnieuw met het HHC Hardenberg jubileumboek. Bestel hem nu op hhcHardenberg.nl. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.